Nou, mijn naam is Bellatrix van Wingerden en ik heb een paar houdingen gekozen uit het Yoga for Service boek wat ik geschreven heb. Speciaal gericht voor de suppers. Als je aan het suppen bent, dan ben je natuurlijk altijd aan het stabiliseren vanuit je benen. Dus dat vraagt best wel veel beenkracht. En dat is fijn om daarmee de dijbenen te verlengen, te versoepelen. En je evenwichtsgevoel te vergroten. Dus een hele simpele beweging is al. Je staat op links en je rechtervoet trek je omhoog. Dan trek je je hiel naar je bil. En soms zal je merken als het been vrij stijf is dat de knie wat naar buiten wil, maar hou hem gewoon mooi recht omlaag. Hiermee vergroot je je evenwichtsgevoel en je krijgt een strekking naar de voorkant van het dijbeen. En of je blijft zo staan, of je gaat dan verder uitbreiden, dan breng je je linkerarm naar voren en dan kantel je vanuit het bekken. En trek je je been mee omhoog en dan komen we in een volledige yoga houding die ook de schouder versoepelt. Uit hier kantel je weer terug. En dan doe je de andere kant. Als supper heb je ook veel koorkracht nodig. En een hele makkelijke yoga houding daarvoor is de onderbenen optillen. Je armen bij elkaar brengen. En dan heen en weer bewegen van links naar rechts. Zodat je de dwarse buikspieren te pakken hebt. Je kijkt goed naar één punt. De onderbenen zijn horizontaal. En dan ga je net zo lang door totdat je hem echt voelt. En dan de laatste. Zo zeg maar over de knieën omlaag rollen. Kan je op je handen komen. Handen onder de schouders. Bekken mooi in één lijn. En kan je je armen versterken door simpelweg op te duwen. Of als deze te intens is, kan je de knieën plaatsen. Je enkels kruisen. En dan doe je een soort mini push-up. Maar versterk je toch ook mooi je armen. En dan sluit je af met de onderarmen op de mat en dan planking. En zolang je kan, goed de bekken in één lijn en geef een mooie versterking naar de core. Je ellebogen staan recht onder je schouders en je hielen zijn goed weggeduwd. Als je uit deze houding komt, dan zet je altijd eerst de knieën neer en dan pas het bekken. Dus nou. Dit zijn een paar houdingen die je kan doen uit het Yoga for Service boek, die speciaal gericht zijn voor de suppers. Dus ik wens je veel plezier op de mat en ook later weer op het water.